Het kamp Westerbork werd in 1939 gebouwd en in 1971 uiteindelijk weer met de grond gelijk gemaakt. Alleen het huis van de voormalig kampcommandant is blijven staan. Het vroegere doorgangskamp is nu niets meer dan een park, rustig en vredig. Een schril contrast met de herinneringen van een van de weinigen die het kamp overleefde, Ed van Tijn, nu burgemeester van Amsterdam. Ik was tamelijk klein, 8 jaar de eerste keer. 10 jaar de tweede keer. Maar merkwaardigerwijs staat herinnering heel diep in mij gegrift. Ik kan als het ware beter mij herinneren wat er toen gebeurd is dan in de jaren daarna. Nou, de ervaringen waren totaal verschillend. In 1943 denk ik terug aan een nachtmerrie. Een volkomen overbevolkt kamp vol met nerveuze, gespannen, bange mensen. We lagen opeengehoopt in een barak. Ik lag met mijn moeder in een heel smal bedje, 3 hoog. En, het was een spookachtig toestand, een nachtmerrie. Maar de tweede keer, toen ik daar terugkwam, dat was in januari 1945, toen ik na een lange onderduik gepakt was. Toen was er een heel ander klimaat, maar misschien eigenlijk nog wel spookachtiger als je er goed over nadenkt. Er was bijna niemand meer. We zaten daar met een paar honderd mensen. En ja, al die duizenden en duizenden en duizenden, die waren weg. Maar op het moment dat ik zelf daar weer terugkwam, als kind, waren er geen transporten meer. Want dankzij de spoorwegstaking in september 1944... reden er geen beestenwagens meer in de richting van de vernietigingskampen. En we hadden nog wel, pal voor de bevrijding, een enorme angst. Dat herinner ik me nog heel goed. 12 april zijn we bevrijd door de Canadezen. Maar op 11 april was iedereen als de dood dat de Duitsers het kamp in brand zouden steken. Om sporen te vernietigen? Om wat voor reden dan ook, om wraak te nemen. In ieder geval, we waren in grote angst. En die werd nog groter toen de Canadezen naderbij kwamen. Omdat ze begonnen om te schieten. Ze wisten niet dat daar een gevangenenkamp was. Ze dachten dat het een militair kampement was. En dat is toen goed afgelopen omdat een tweetal mannen de moed hadden om met een witte vlag die tank tegemoet te snellen. Hebt u hierover later nog wel eens met andere mensen kunnen praten die samen met u in Westerbork hebben gezeten? Nou, merkwaardigerwijs helemaal nooit. Terwijl ik zeker weet dat ik in mijn omgeving mensen heb die diezelfde ervaringen gehad hebben en veel ouder waren dan ik. Maar die band werd nog kort geleden doorbroken toen ik in Canada niet een Canadees ontmoette die mij bevrijd had, maar een medekampbewoner die dat vertelde, dat hij destijds door de Canadezen bevrijd was. En toen begreep ik dat wij in dezelfde omstandigheden verkeerden. En ik ben een hele dag met die man erop uitgegaan. Want ik wou nou wel eens een keer checken of mijn kinderherinneringen klopten. Hm. Want het staat zo in je hoofd gegrift dat soms twijfel je. Van is dat nou allemaal? Dus ik zei tegen die man, is het waar dat wij zo bang waren aan de vooravond van de bevrijding? Ze zei, ja, dat is waar.
Is het waar dat die Canadezen begonnen te schieten toen ze dat kamp naderden? Hij zei, ja, dat is waar. Ik zei, is het waar dat twee mannen met een witte vlag die tanks vooruitsnelden? Ja, zei hij, dat was ik. Tja. Dat jaren, jaren ja. Na dato. Ja. Ja. Het was waar. Dan was u toen de tijd 10 jaar toen u bevrijd bent in Westerbork. Wanneer bent u ooit terug geweest daar? Voor het eerst 30 jaar later. En hoe was uw reactie toen? Ik was diep geschokt. Ik ging daarheen met mijn kinderen om ze te laten zien. En te vertellen iets van wat er was voorgevallen. En ik vond niets meer terug. Helemaal niets. Want ik ging er met kloppend hart heen. Dat was een hele moeilijke tocht. En vond wel het prachtige monument. Het monument is een symboliek, een eenvoud. Schitterend en erg aangrijpend. Maar het was toch heel frustrerend dat je je niet meer kon voorstellen waar nou de barakken zijn. En hoe die straat gelopen had. Tussen die barakken door. En ja, dat was een hele grote teleurstelling. Zeker omdat je er met zoveel verwachtingen naartoe ging. Ik had mezelf blijkbaar niet goed genoeg geïnformeerd. Ik behoor tot de weinige gelukkigen die nog iets van kunnen navertellen. Maar als wij er straks ook niet meer zijn, dan spreekt het kamp niet meer voor zichzelf. Dat is toch wel jammer, want wat daar gebeurd is, is in onze vaderlandse geschiedenis toch een unicum, een macaber dieptepunt. Wat vindt u het belang van toch iets terughalen van wat het kamp Westerbork vroeger geweest is? Dat je kunt laten zien hoe groot of hoe klein zo'n kamp was. Hoe groot of hoe klein die barakken waren. Waar 800 mensen in opgestapeld lagen. Ik denk dat dat van belang kan zijn om iets over te brengen van wat daar gebeurd is. Een totale reconstructie zou natuurlijk waanzin zijn. Godzijdank kun je dat niet meer regelen. Construeren. Maar de boodschap is nu juist, het moet ook nooit meer gebeuren. Dan moet je toch wel een heel klein beetje kunnen aanvoelen wat er gebeurt.